Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske. En vandaag hebben jullie weer een nieuwe episode van Live Party Games. En het is episode 13 om precies te zijn. En 13 is ook gelijk, hier ongeluk, daar zie je wel, de span erin in brug. Nee, is gelijk een soort van, hoe noemen ze het zo weer? Een revival of zo voor deze serie. Want ik ben er eigenlijk zo wat mee gestopt. En ik dacht van, hey, weet je wel, ik heb die serie nog, laat ik daar gewoon mee verder gaan. Want er is geen party games in Call of Duty Ghost. Dus misschien wel reinig om toch zo nu dan een keer te zien. En ja, ik had mijn kill. Mooi. Eentje genakt, dat maakt niet uit. 3, 2, 1. Come on. Ah! Oh shit, eentje in mijn rug. Je krijgt zeker geen steady aim hierbij. Dat zou wel overpowered zijn als je nou steady aim zou krijgen. Pas op, pas op, pas op. Laat zien wat de UV zegt. Oh, dit ding heeft geen range, hè. Dat is misschien niet zo handig. Hey, dit is beter. Dit ding heeft wel range. Oh shit, dan best veel ook. Holy fuck, nee, dan ga ik dood in mijn rug. Nee, nee, oh shit. Dat was een actie. Ik weet zeker dat je mijn controles gewoon helemaal hoort trippen. Want ik druk die knop echt als een malle in. En ik heb het idee dat je op de PlayStation 4 controller alleen niet zo snel achter elkaar kan schieten. En ik ben dood. En dan komt die controllers, daar zijn meer van die triggers. Of ja, die knoppen zijn, maar er zijn echt meer van die triggers. Dan ga ik gelijk weer dood, leuk span. En die hebben volgens mij meer beweging, zeg maar, dat ze eerst weer helemaal terug moeten veren voordat je weer kan schieten. Als je snapt wat ik bedoel. Misschien een beetje moeilijk uit te leggen. En een double kill als een baas. In ieder geval, dat was bij de Xbox controllers volgens mij ook wel een beetje. En daardoor hadden ze bij Scuf ook toen die trigger stops bedacht. En ik denk dat dat een goed idee zou zijn voor de PlayStation 4. Oh, dit is chill. Ik hou van single shot pistooltje. In ieder geval, eerst altijd wel. Dus ik weet niet of het nou nog steeds zo goed gaat. Maar ik vond het altijd zo fijn. Hopelijk nou ook. Pas waar die kerel nou vandaan komt. Easy kill, kom nog een aan. Hoppakee, ook easy kill. Was mijn score, 14-3. Ja, ja, dit gaan we wel winnen, ja. Ik sta 110 punten voor. En trouwens, laatste zoveel, of de laatste ronde of zo, of de laatste zoveel seconden, is het toch volgens mij double points of zo, ik weet niet. Shit. Ik had double kill kunnen hebben, als ik iets sneller was geweest. Kijk of die kerel hier door de raampje in komt. Nee, hij is doorgelopen. Hallo, waarom lopen ze allemaal voor me weg? Wat is dit? Ik moet constant die UV in de gaten houden om te weten waar ze ergens zijn. Anders weet ik het niet. Oh, dat was echt... Oh, die had ik moeten hebben. Die was echt mis, dat weet ik. Maar die was echt easy kill geweest. De kerel staat nog steeds in het hoekje. Oh shit, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn, ik weet dat hij er is. Fuck, de kerel die lagde wel als een malle. Oké, 17-3. Dat is mooi werk. Zag er iemand spannen? Nee, dat is een plant. Dat is een plant, juist. Ja. Soms, hè. Soms. Dan heb ik zoiets van, het is tijd om te stoppen. Als ik voortaan zie dat, oh shit, dat planten mensen zijn, dan gaat het fout. En ik had een hit maken op dat kereltje. Ik had verwacht dat ik al one shot one kill zou krijgen. Maar helaas. Was de, oh, shotgun. Oh, juist. Die kerel wist helemaal niet waar hij moest kijken. Hij had het nog niet eens door. En dan kwam er de UV. De UV die was dus zeg maar niet voorbij gekomen. Dus ze wisten niet van welke kant ik zou komen. Alleen ik wist wel dat hij er was. Dus dat was wel chill. Eigenlijk zou ik hier een nuclear op moeten halen. Dat zou wel echt super geniaal zijn. Maar ja, dat gaat toch niet. Op zich zou het moeten lukken, want je hebt constant UV. Nou, maar ik ben al dood. Oh, dat was zo oneerlijk. Die kerel had zoveel... Eén schot had hij, hè. Toen had hij die kerel dood, want die had hij van mij gejat. Wat een klootzak. Ik weet niet wat voor streak zat. Op zich redelijk nice. Op zich, wat is dit? Ik schiet iedere keer eerder en daarom ben ik steeds de lul. Omdat zij schieten als we dichterbij zijn. Nee, dat denk ik zo, oké. Nou ga ik sowieso 5 keer dood of zo. Ik vind het zo hatelijk. Oh, de direct impact, die is lol. Lol. Dan ben ik fucked. Waarom lopen ze niet steeds, jongen? Steeds als ik schiet, dan verwachten van ze komen nou om het hoekje, weet je wel. Om het hoekje. Omdat je op de UV ziet, maar dat komen ze helemaal niet. En je moet eigenlijk hoog staan, alleen er zit een muur achter mij, dus dat is ook niet heel erg handig. En... Nee. What the fuck? Oké, kom, loop hier. Easy kill. Hij spawnde daar, dat was wel lelijk, maar fuck hem. En hem ook. Oh, dat was dezelfde! Oh, die kerel die haat zijn leven echt. Oh, dat meen je niet. Was dat weer dezelfde? Met de haha, ja haha. Zeker haha. Haha, klentek. Oh, dat was lelijk. Als ik die zou hebben. Ik kon niet schieten. Ah, spant erin in mijn rug. Oh, nou ben ik dat fuck. 25-6. Ik ga gelijk wel echt veel keer op rij dood. 4 of zo. Niet direct op rij natuurlijk, maar wel gewoon redelijk weinig kills ertussen. Dus niet echt op streakjes. Dat vind ik altijd jammer.
En ik vind het ook jammer dat ik hier span. Kerel wist ook niet waar hij moest kijken. Hier spande net iemand toen ik heel eventjes wegkeek. Dus dat zou niet echt handig zijn als dat nou weer gebeurt. Oh shit, ik zit denk ik een beetje op een kutplek. Nee, die was raak. Die wel. Sowieso. Kom dan. Oh shit, daaronder. Oh, het is afgelopen. Nee, ik wou 30 kills. No way. 29-6. En ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik weer wat partygames ga doen. Want ik zat te denken, er is helemaal geen partygames in Ghost. Dus waarom ook niet? Dus laten we gewoon lekker verder gaan. En toen kwam ik ook zelfs achter dat ik deze serie al heel lang niet meer gedaan heb. Want ik was pas bij episode 13. Of in ieder geval, dit is episode 13. En niet echt de ongeluk. Want het ging lekker. En als ik dit doe, kan ik waarschijnlijk ook meer uploaden. Dus waarschijnlijk vandaag zelfs 3 video's per dag gaan doen. Dus alsjeblieft, laat het merken aan die likes. Geef me gewoon zeker 444 likes of zo. Gewoon het feit dat ik dan 3 video's upload. En dan zou je zeggen 333, maar 333 is iets te makkelijk. Dus we maken er 444 van. Ik hoop dat je het leuk vond, laat een like achter. Hoe meer likes, hoe meer video's. En tot de volgende keer. Houdoe.